Dit is meer actueel met vandaag. Het is 2 jaar geleden dat grote delen van Meersen onder water stonden. Gedupeerden staan stil bij het monument. Nu is de schilder bij mij bezig met buiten nog wat herstelwerk. En dan is het klaar. Meer dan 2 jaar inderdaad. En college biedt excuses aan vanwege fout rondom de ketel. Goeiedag, dit is Meer Actueel van week 28. Bij het monument voor de watersnood in Westbroek is zaterdag stilgestaan bij de overstromingen 2 jaar geleden. Bij de bijeenkomst waren gedupeerden van de watersnood aanwezig, net als mensen die hulp hebben geboden. U woonde hier ook 2 jaar geleden. Als we even kijken, vandaag dit moment 2 jaar geleden, wat deed u toen? Toen zaten we nog rustig binnen, er was hier nog niks aan de hand. Terwijl we naar de hand begrepen hebben dat in Bromelen al water stond. Als toen gewaarschuwd was met een megafoon of wat dan ook, hadden we spullen veilig kunnen stellen. En nu om 6:15 begon het water achter in de tuin. Langs de kanaaldijk loopt een kwelgoot. En dat water kwam ginder niet verder omdat duikers verstopt waren. Dus dat water had daar een eindpunt en kolkte hier rond. En heeft een vreselijke schade veroorzaakt. Wanneer kwam het eerste idee van, hé, er kan iets gaan gebeuren? Ja, dat was rond 6:00. Toen kwam water in de wei. Dan hadden we iets van water in de wei, dat hebben we nog nooit gehad. Dus dan hadden we zoiets van, wat is dit? Wat gaat nu gebeuren? Ja. Komt dan meteen dat besef van, hé, dit zou wel eens naar binnen kunnen komen? Nee, helemaal niet. Je denkt, een beetje water in de wei. Ja. Maakt het uit, hè? Het is leuk. Het ziet leuk uit. Leuk vijvertje achter in de wei. Ja, maar ik had geen idee dat het inderdaad zoveel water ging worden. Dat was ontzettend heftig. Maar goed, er kwam een geruststellend woord van onze premier. Die zei van ruimhartig vergoeden via het wetrampenfonds en een ander schadepot die er was. Maar dat bleek allemaal larikoek te zijn. Je eigen verzekering, daar kon je op terugvallen. En dan wordt het dealen uiteindelijk. Maar je mist, ik mis een 30.000 euro op de inboedel schade. Dus zelfs op het moment van evacuatie dacht hij nog, het zal. Komt goed, geen probleem. Ja, dit is het. Ja. Wat ging er door je hoofd toen je een dag later thuis kwam en de deur opendeed? Shit. Ik denk altijd diezelfde herinnering weer. Je gaat achterkijken, er staat nooit water. Heeft er in al die 11 jaar dat ik er woon nooit water gestaan. Maar daar permanent gaan kijken of er water kwam. Nu is wel die duiker die ginds in de hoek verstopt was, die is vrijgemaakt. Maar er zit de grote sifon van de Geul in Bunde. En er zit aan de noordkant van de bruggeulen een kleine sifon. En die zit potdicht. We rapporteren met een groep. We hebben het traject van de geul Meersen binnenkomt. Tot en met de brug en die kleine sifon. We hebben opgedeeld in 4 stukken. Waar permanent mensen gaan kijken en rapporteren als er iets te rapporteren valt. Ook als er iets hersteld zou zijn. Maar er gebeurt gewoon niks. We zijn nu 2 jaar verder en die kleine sifon zit nog steeds verstopt. Dus mocht de grote sifon de geul niet kunnen afvoeren, hebben we hier weer problemen. Met alle ellende van die. Ja, hier. Het college van burgemeester en wethouders verontschuldigt zich voor de fout die stond in de berichtgeving aan de gemeenteraad over het besluit rondom de doorontwikkeling van de huiskamers en buurtontmoetingspunten. In de brief aan de raad stond dat de raad zou besloten hebben tot het stopzetten van de subsidie voor de coördinator van de ketel per 1 september van dit jaar. Dit zou het ontslag betekenen van diezelfde coördinator. Dit is niet correct. Het was namelijk een beslissing van het college. De fout werd opgemerkt door de fractievoorzitter van Brughem, Jan Gulekas. Inmiddels is de subsidie voor de coördinator verlengd tot april 2024. In Ulestraten is donderdagavond een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde aan de Visweg, waar de auto stond geparkeerd. De politie is op zoek naar een man en heeft een burgernet bericht verstuurd. De brandweer rukte rond 22:00 s'avonds uit om de brand te blussen. De politie verstuurde kort daarna een burgernet bericht. Daarin werd opgeroepen uit te kijken naar de dader. Er komen mogelijk flexwoningen op het oud Amicitas-terrein. Dat blijkt uit een uitnodiging die de gemeente gestuurd heeft naar omwonenden van het voormalige voetbalterrein. De flexwoningen zijn volgens de gemeente voor 3 doelgroepen, starters, urgente woningzoekers en statushouders, waarbij ook Oekraïners genoemd worden.
Het Nationale Rampenfonds Giro 777 heeft nog bijna 2 miljoen euro over om schrijnende gevallen en maatschappelijke projecten te helpen na de watersnoodramp van juli 2021. In totaliteit heeft het fonds bijna 12 miljoen euro ingezameld. Ongeveer 10 miljoen euro is daarvan uitgekeerd aan getroffen particulieren en maatschappelijke organisaties. Er is nog ruim 500.000 euro over voor schutterij Sint Remigius voor waterschade en het schuttersgebouw en voor Sint Barbara voor het herstel van hun schietwei. RVU heeft zaterdag verloren van MVV Maastricht. De oefenwedstrijd werd gespeeld op Sportpark RVU en begon om 16:30. MVV is op dit moment volop in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Vooral ook na de tegenstander RVU, want daar speelt een beetje familie in van me. Dus. En daarom vind ik het van beide kanten leuk om komen te kijken hier. Ja, dan zie je aan een RVU zie je, en je ziet MVV weer eens. Hè. Dus daarom kom je hier naartoe. Hè. En het is een vrije zaterdag. Dus, Kom eens even kijken hoe het gaat met MVV. Ja, nou al sinds 6 jaar, maar voorheen ook altijd RVU. Maar mijn man is assistenttrainer, dus ik kom al heel lang kijken. Het is nu... Drie geloofig, hè? 6-1. Wat? 6-1. Toen heeft me toch niks wiesbaar. Toen heeft er daar een baar gestaan. 6-1 van MVV. Dat is ook goed, ja. Ja, leuk, ja. Heel interessant, want dat is volgens de historie zal het meer dan 50 jaar geleden zijn dat we tegen het eerste elftal van MVV gevoetbald hebben. Dus het was wel... heel leuk om de sterrendragers van MVV weer op bezoek te krijgen. Maar het was ook een giga-uitdaging met 30 vrijwilligers en heel veel werk om het vandaag goed voor elkaar te krijgen. Nou ja, het was in ieder geval mooi dat er zo'n grote opkomst was en nou ja, dat, het dus, dat MVV wel weer leeft. Nou ja, en de wedstrijd, ja, ook even schrikken, we kwamen 1-0 achter. En, dus daar begonnen wij gewoon een beetje te slap, naar mij inziens. Daarna vond ik ons het redelijk oppakken. Ja, uiteindelijk zie je dan ook dat het een 3-1 was. Ik vond ons slordig in de eerste helft en te veel dribbelen met de bal. Maar goed, heb ik ze ook aangegeven. Tweede helft, daarnaast moet ik ook zeggen, we zijn ook misschien ook een paar keer goed weggekomen. Het had ook zomaar een tweede tegengoal kunnen zijn. Nou ja, tweede helft ik de andere jongens die we gerust hebben, heb ik al aangegeven van, ja, dat het op een andere manier moet. Want anders krijg je weer zo'n wedstrijd, of de eerste helft. Nou ja, die hebben het wel goed opgepakt, hoger balcirculatie. En dan denk ik ook wel dat de tegenstander op een gegeven moment ook wel vermoeid raakt. Nou ja, en dan heb je wel een Brian Smeets die goed tussen linies speelt en ook het vermogen heeft om ballen in de diepte te steken. En dan liep je uiteindelijk ook wel weer uit naar een 12-1, 13-1. Maar goed, al met al vond ik ons niet frisse ogen. Maar dat had ook wel te maken dat deze week wel een hele zware week is geweest voor die jongens. We hebben ze 3 wedstrijden laten spelen en een zware trainingsweek gehad. 2 trainingen op een dag. Dus ik wist ook wel dat dit zou kunnen gebeuren. Maar goed, we hebben daardoor wel mentaal en fysiek wel weer stappen gezet. En tot zover deze allerlaatste Meer Actueel. Vanaf volgende week gaan we het namelijk iets anders doen zonder presentator. Dus dit is de allerlaatste gepresenteerde uitzending van Meer Actueel op Meer Vandaag. U kunt wel gewoon op zondag het Meersense nieuws blijven volgen. Benieuwd hoe dat er gaat uitzien? Meer volgende week. Wel zoals van ouds, na de reclame ons zomerprogramma Tussen Ons Gezag en Gezwegen. Nee, Tussen Ons Gezag en Gezwegen. Tussen. Os. Gezag. En? Gezwegen. Nu achterin. Nee. Nee. Je moest als je ons gezag en gezwegen achterin zeggen. Oh. Probeer het eens. Lekker wel. Dat en nog veel meer na de reclame. En ik bedank u namens de redactie voor het kijken naar Meer Actueel. Dag.